First Lady Ingrid Bouterse-Waldering heeft vandaag stilgestaan bij de Internationale Dag van de Vrouw. In een persbericht via het Nationaal Informatieinstituut benadrukt ze de verheffing van de vrouw uit haar achtergestelde positie. Zelf pleit ze ervoor dat Surinaamse vrouwen voor de volle 100% toegang krijgen tot onderwijs. Daarnaast pleit ze voor betere bescherming van vrouwen als het aankomt op seksueel misbruik en mishandeling. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken onderstreept ook in een persbericht dat gendergelijkheid tot innovatie leidt. Hoe meer aandacht voor gendergelijkheid, hoe meer de economie van een land zich ontwikkelt. Aldus Noor Salim in een persbericht van zijn ministerie.